We waren vooraf bij aanvang van deze speelavond aan het rekenen. Misschien opnieuw voor de derde week op een rij. Een confrontatie tussen Dimitri van den Berg en Michael van Gerwen. Maar dat scenario, Kim, kunnen we nu al sowieso schrappen. Ja, inderdaad. Hè. Urbanus heeft het ooit mooi verwoord. Je mocht naar huis gaan voor Michael van Gerwen. Nee, was niet goed. Het was zelfs pover. Zeker die laatste leg. Dat zijn we toch echt niet gewend van een klasbak als Michael van Gerwen. Hè. Laatste leg moet je rekenen op 12, 15 darts. En na 12 darts stond hij nog op 300 in, volgens mij. Dus een beetje dramatisch. Hier zien we nog wel de Big Fish. 170. De bullseye. Ja, dit had zo'n soort van turning point in de wedstrijd kunnen zijn. Want Van Gerwen knopt zich terug in de match. Ja, toen had ik ook een beetje dat gevoel dat het inderdaad een turning point zou zijn. Inderdaad, ook met deze misser van Nathan Aspinall op de bullseye. En ook een beetje de lichaamshouding van Aspinall na deze gemiste pijl. Ja, vond ik een beetje alsof dat hij het gevoel had van ja, nu verlies ik hem. Hier de finish van Michael van Gerwen, 60. Toen zag je een heel mooi camerabeeld van Nathan Aspinall. Dat het toch wel pijn deed, maar ja, dan een dramatische leg van Michael van Gerwen voor de wedstrijd te winnen. Vond jij deze video leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.